De inzet van technologie, hoe klein ook, betekent vaak een wereld van verschil. Er komen steeds meer innovatieve hulpmiddelen die het mogelijk maken om zelfstandiger te leven en mee te doen in de maatschappij, zoals robots. Linda van den Bedem van CISA vertelt ons wat de voordelen zijn van deze technologie. Technische innovaties die zijn zo belangrijk omdat wij heel graag willen dat mensen eigen regie weer in handen krijgen. Wij geloven dat die technische innovaties daar heel erg belangrijk in zijn. Bijvoorbeeld met een robotarm. Als je eigenlijk geen armfunctie meer hebt of geen handfunctie meer hebt en je kunt nog wel via een robotarm zelf eten bijvoorbeeld, dan geeft dat veel meer controle over je eigen leven, want dan kun je gewoon nog eten op het moment dat je er zelf zin in hebt. Sommige robots die zijn voor sociale toepassingen, sommige robots die zijn echt om veel meer functioneel, dus om echt te helpen met dagelijkse acties als in wat ik net vertelde over het eten bijvoorbeeld. Maar ook petje opzetten of even een zonnebril opzetten als het zulk zonnig weer is. Gewoon weer echt controle hebben over je eigen leven. En de sociale robots bijvoorbeeld, die kunnen echt helpen met het plannen van je dag. Dat je ook daar weer onafhankelijk bent en niet elke keer een medewerker hebt die komt helpen herinneren. In het Freestyle Robot Park leren gebruikers van een robotarm elkaar hoe ze het beste de robotarm kunnen gebruiken door middel van korte wedstrijden. Met oefeningen strijden ze wie bijvoorbeeld het snelst iets kan pakken of bouwen. Op deze manier leren deelnemers nieuwe functies en kunnen ze meer doen. Daarnaast leren de ontwikkelaars hoe ze de robotarmen verder kunnen verbeteren. Het is in ieder geval de bedoeling dat je tegen elkaar je battelt, zeg maar, wat je hier achter ziet, bijvoorbeeld torens maken met bekers. Of inderdaad allemaal dingetjes op elkaar stapelen. Ja, het is wel een beetje een skatepark. We hebben een skate ramp. Nou ja, zoals skaters hebben bijvoorbeeld een trucje, die wil je heel graag leren. En dat heeft heel veel werk nodig. Maar als je dat eenmaal kan, dan is het heel erg voldoenend. En dat blijkt wel een beetje op een robotarm gebruikt. Het belangrijkste voor mij is dat ik zelfstandiger ben, zodat ik niet elke keer aan iedereen moet vragen van wil je dit pakken, wil je dat pakken. Ik zet me ervoor in dat ik het, bijvoorbeeld de mensen die ze al hebben, een robotarm, en de mensen die hem niet hebben om te laten zien. Hoeveel je eraan hebt en hoeveel zelfstandiger je wordt van zo'n robotarm. Ik zie de toekomst voor me als, ik denk dat het wel best goed komt en ik hoop dat in de toekomst een robotarm kan luisteren naar instructies en commando's via de stem bijvoorbeeld. In ieder geval een nieuwe robot die wat meer kan. Ja, meer werkzaamheden die normaal personeel moet doen. Ja, dat die dat over kan nemen.